Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zondag en het is mijn vierde quarantainedag. Mocht je de vorige video gemist hebben, wij hebben corona. Of althans, ik heb momenteel nog corona, maar ik mag alweer naar buiten. En Noé heeft afgelopen week ook echt wel flink koorts gehad. We hebben zelfs nog de huisartsenpost voor haar gebeld. Omdat we het allemaal best wel spannend vonden met zo'n kleintje. Maar gelukkig gaat met haar ook alles weer helemaal prima en is ze weer lekker haar vrolijke zelf. Ik moet dus nog 2 dagen in quarantaine, vandaag en morgen nog. En als het goed is mag ik dan dinsdag weer aan het werk. Tenminste, dat hoop ik van harte. Ik ben nu nog een beetje verkouden, dus ik ga er ook wel van uit. Maar het is toch altijd maar even kijken hoe het loopt. Dus ik weet ook niet hoe deze vlog gaat lopen, maar ik neem jullie deze week ook gewoon gezellig weer mee. Ik ga wel lekker even omkleden en de bikini aandoen, want ik ga in de jacuzzi. En vanavond gaan we heerlijk barbecuen. Volgens mij is dat iets wat ik elke week de laatste tijd doe, maar het is gewoon iedere keer super lekker weer. En dan vind ik het ook gewoon heerlijk om te gaan barbecuen. Nu kan ik natuurlijk ook niet een kant op. Gisteren hebben we het huis al schoongemaakt, dus dat hoef ik niet te doen. Ik mag niet op pad, dus ja, dan ga ik gewoon lekker van het zonnetje genieten en lekker nu in de jacuzzi. Wil jij die? Wil jij die? Ik heb net lekker even buiten in het zonnetje gezeten. Ik heb vakanties bekeken. We willen namelijk in september lekker even naar de zon. Ik heb nog geen idee waarheen, maar ik denk dat iets van Spanje, vasteland of een van de eilanden gaat worden. Mocht je leuke tips hebben, laat ze natuurlijk ook vooral hieronder achter. Of stuur even een bericht op Instagram of zo. Maar goed, we zijn nog eventjes lekker aan het kijken. Misschien dat we ook gewoon pas last minute boeken. Wel moet ik zeggen, ik ben wel blij dat ik me goed voel en dat ik nu dus lekker in de zon kan gaan zitten. Er zijn natuurlijk mensen die echt heel erg ziek zijn van corona en dat hebben wij natuurlijk gelukkig niet. Dan had ik er heel anders bij gezeten. Vandaag was ook gewoon mijn vrije dag. Maar ik denk dat ik anders als ik gewoon een vrije dag had en niet in quarantaine was geweest, dat ik dan precies misschien wel hetzelfde had gedaan. Had ik in ieder geval niks op de planning gehad. Maar ik ben gewoon blij dat het super goed weer is, dat ik me super goed voel en dat ik wel eventjes lekker van de zon kon genieten. Hi schatje. Oh jongens, we gaan lekker even een hapje eten. Ik heb ook wel trek gekregen. Dus ik kan eindelijk ook weer de elastiekjes uitdoen. Mocht je het niet hebben meegekregen, ik heb de komende 3 weken nu nog 17 dagen elastiekjes. Want dan mag eindelijk mijn beugel eruit. Maar het is wel echt een drama. Maar we hebben het nog eventjes mee te doen. Goedemorgen Noé. Het is tijd voor jouw flesje. Hey schatje, wakker worden. Goedemorgen, het is maandagochtend. Vanmorgen hebben we rustig aangedaan. Mike was vanochtend nog vrij, die heeft nu een avonddienstje, dus die is onderweg naar het werk. Die moet altijd 1 uur en 1 kwartier nog rijden. Dus die is die kant op en wij zitten nog even een dagje in quarantaine. Ik heb Noé vandaag wel weer leuke kleertjes aangedaan. Vind ik gewoon gezellig staan. Ik ga straks nog even kijken of ik nog wat mail heb van mijn werk wat ik kan gaan doen. Of andere dingen die ik eventjes kan oppakken als zij ligt te slapen. En als het goed is kan ik dan morgen gewoon weer aan het werk. En kan Noé ook weer naar de opvang. Daar hebben we ook al eventjes contact mee gehad hoe dat allemaal ging. Want dat is natuurlijk voor ons ook nieuw. Maar zolang zij geen klachten meer heeft en 5 dagen heeft uitgezeten mag zij ook gewoon weer naar buiten. Dus ze mag dan morgen ook weer naar de opvang. Want zij heeft gewoon helemaal nergens gelukkig last van. Het enige waar ze dus last heeft gehad is de koorts. Maar voor de rest is ze gewoon lekker zichzelf, lekker vrolijk en ze lag ook lekker te trappelen vanmorgen op bed. Wel net even een ongelukje gehad op bed, dus ik moet zo even haar bed verschonen. Het spul zit al wel in de was, maar ik moet er natuurlijk even een nieuw bed goed opdoen. Dus dat ga ik zo meteen ook nog eventjes doen en voor de rest zitten we gewoon thuis en gaan we niks bijzonders doen vandaag.
Ik ben trouwens zo verliefd op dit snoetje. Ze is zo'n lekker lief en eigenwijs koppie. Ze is wel trouwens iedere keer heel vervelend met haar handjes. Nu valt het mee, maar normaal als we de fles in de mond willen doen, heeft zij de handjes in de mond en moeten ze echt één voor één aan de kant doen. Maar voor de rest is het echt een schatje. En ze heeft het zo zwaar, want de oogjes vallen gewoon onder de fles dicht. Nou, ik had net even de fles eruit gehaald omdat ze aan het knoeien is. Maar dit is dan de strijd die we voeren. Handjes één voor één in de mond. Doekje aan de kant. Dus ik moet haar echt in de houtgreep hebben om haar weer de fles in de mond te stoppen. Zo. Goed zo, meisje. Noé heeft sinds kort iets nieuws. Iedere keer komen hierboven uit haar handjes. Ze is toch gewoon sowieso helemaal weg van haar handjes de laatste tijd. Maar het valt me echt op met het wandelen. Komen die handjes telkens boven de kinderwagenrand uit. Hey schat, gaat mama jou naar bed brengen? Ja. Bedtijd voor Noé, hè? Ja, ga je slapen? Ik eet vanavond alleen omdat Mark aan het werk is en ik heb niet heel veel zin om iets te maken. Dus ik heb gekozen om een romig mosselsoepje op te warmen en deze even in de airfryer te gooien. Goedemorgen, het is dinsdag. Nee, het is woensdagochtend. Gisteren heb ik eigenlijk bijna niks gefilmd. Ik heb gewerkt, daarna heb ik gesport en daarna op de bank gelegen. En vanmorgen ben ik vroeg naar de kapper gegaan. Ik heb me uitgegroeid en eigenlijk de hele lengte weer lekker laten kleuren. Super fijn. Vandaag een best druk dagje, maar wel allemaal leuke dingen. Zometeen ga ik naar Darcy toe. Daar ga ik even lekker samen een broodje eten. Daarna gaan we naar het dorp, gaan we pasfoto's maken. Noé op de pasfoto, ik op de pasfoto. Want het is tijd voor mij voor een nieuw paspoort en rijbewijs. En voor Noé moeten we natuurlijk, als we straks op zomervakantie willen, ook eventjes een paspoort aanvragen. Dus dat gaan we doen. Daarna ga ik nog even baantjes zwemmen met Evelien. En vanavond gaan wij naar Jamie toe. Nog voor de verjaardag van Ken. Dus daar is ook natuurlijk heel gezellig. Allemaal hele leuke dingen vandaag op de boeg. Dus dat moet even gebeuren. Ik dacht, ja, nu zijn we allebei vrij. En we moeten natuurlijk allebei naar het gemeentehuis om een paspoort aan te vragen. En het kan alleen op de maandag en op de woensdag. Maar ja, normaal is ze op de woensdag op de opvang. Vandaag zijn we allebei vrij, dus het is lekker thuis. Dus dan is dat een prima dagje om dat te gaan doen. Dus vandaar dat we daar ook voor gekozen hebben. En dan hebben we dat in ieder geval geregeld voordat we straks op vakantie gaan. Interessant, hè, zo'n hand. Ja. Ha, ha, ha. Doe je samen lachen? Kleine lachenbeekje van mama. Nog een keer? Of zeg je hallo? Zeg maar hallo mama. Darcy appte dat ze weer thuis was. Dus ik ga die kant op lekker lunchen. Ik heb nu al de elastieken uit. Want anders moet ik die zo meteen weer in en uit doen. Ik denk dat is niet helemaal handig. Kan ik ze daar gewoon in doen. En als ik dan klaar ben bij Darcy met het lunchen, ga ik gelijk door met Mike en Noé naar het dorp. Pasfoto's maken en dan het paspoort voor ons aanvragen.
Ik heb heerlijk geluncht bij Darcy. Was echt gezellig. Lekker eventjes gekletst. Daarna net door geweest foto's maken van Noé. Ook moest ik natuurlijk op de foto voor pasfoto's voor mijn rijbewijs. En ook voor mijn paspoort. Noé paspoort aangevraagd. Goed dat wij ze allebei onze eigen ook mee hadden. Anders hadden we dus niet kunnen aanvragen voor haar. Want dat moesten we dus meenemen. We hadden ook voor de zekerheid geboorteakte meegenomen. Maar dat was niet nodig. Wel vond ik het heel grappig. Want we moesten dus haar lengte doorgeven. En ik denk ja, volgende week is dat toch alweer anders. Maar goed, ik snap wel dat ze het moeten vragen. Maar heel veel zin heeft dat natuurlijk niet om dat op te schrijven. Maar ik ga jullie even de foto's van Noé laten zien. Want die is echt super schattig geworden. Kijk jongens. Hoe lief is deze foto? Zo, ik ben er even bij gaan zitten. Het is inmiddels een donderdagavond. Ik merk gewoon dat ik een stuk minder gevlogd heb. En dat zul jij ook gemerkt hebben nu je deze video kijkt. Maar ik merk gewoon dat ik echt last heb van de nasleep van corona. Ik ben sneller moe en sneller buiten adem. Ik voel me ook niet helemaal happy ofzo. En dat ken ik gewoon niet van mezelf. Gisteren heb ik natuurlijk een druk dagje gehad. Ben ik van hand naar her gevlogen. En normaal kan ik dat ook prima handelen. Maar ik denk dat dat voor nu echt even te veel is geweest. Vannacht had Noé ook nog een gebroken nacht. We mogen van geluk spreken dat we dat bijna nooit hebben. Maar morgen moet ik natuurlijk ook gewoon weer vroeg aan het werk. Dus ja, van een drukke dag naar een gebroken nacht naar een dag werken. Ben ik nu gewoon even helemaal op en voel ik me gewoon even helemaal kut. Ik heb net ook al lekker op bed eventjes gelegen dutten. Ik heb ook nu de pyjama aan. Ik ga zo naar beneden. Ik neem nog even een tabletje voor de hoofdpijn die ik ook heb. En dan plof ik straks gewoon even op de bank. En dan ga ik lekker op tijd slapen. Maar ik wou dat wel eventjes met jullie mededelen. Morgen pak ik gewoon de camera er weer bij. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik hoop dat ik me dan gewoon even een stukje beter voel. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik heb een heerlijk nachtje gehad. Ik had wel echt knallende koppijn, maar vanmorgen was dat gelukkig helemaal over. Ik heb dan net ook een uurtje gesport en dat vind ik wel echt heel erg fijn. Daarna lekker gedoucht. Mijn haar is nog nat. Noé is ook gedoucht. Mike is gedoucht, dus we zijn allemaal weer lekker fris en fruitig. Straks gaan we nog eventjes naar de stad. Cadeautje halen voor Mike's moeder, want die is vandaag jarig. Maar ik ga nu eerst even lekker ontbijten, want dat heb ik voor het sporten niet gedaan. En ik heb inmiddels best wel trek gekregen. Nou, Noé en ik zijn vandaag fashion twins. Noé heeft een roze vestje aan. Ik een roze kobertje. Wel dezelfde broek, alleen ik heb dan een zwart shirtje eronder en zij een wit rompertje. Maar ik vond het wel heel erg cute. Tijd voor mijn feest ontbijt / lunch. We zijn er weer een paar uurtjes verder. Ik ben nog even bij mijn moeder geweest. Noé heeft ondertussen geslapen. En nu zijn we onderweg naar de stad. Even cadeautjes kopen. Ik wil ook nog even naar de prenatal even wat shirtjes voor Noé halen met korte mouw. Want daar hebben we er niet zoveel van. En het blijkt toch iedere keer wel warm weer te zijn. Dus het is wel fijn om daar wat van op voorraad te hebben. Wij zijn weer thuis van de verjaardag. Noé heeft alleen maar geslapen. Die heeft daar op bed gelegen. Die slaapt nu nog steeds. En ik ga zo even een fles doen en dan gaan wij ook slapen. Was super gezellig. Ik heb in de stad ook nog het een en ander gekocht. Bij de prenatal is over haar. Dat is wel heel erg leuk. Maar dat ga ik morgen laten zien. Ik ga nu lekker een flesje geven aan Noé en dan ook zelf slapen. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend.
Noé is best vroeg wakker geworden vanmorgen, 4:15. Dat zijn we helemaal niet gewend. Ik heb haar toen een schone luier gedaan en daarna bleef ze nogal jammer. Dus we hebben haar op tijd de flessenhoek gedaan. En ik heb haar net naar mijn ouders gebracht samen met Lux, want die past vandaag op. Want ik moet een dagje werken en Mike is ook gewoon aan het werk vandaag. Maar ik zal jullie nog eventjes snel voordat ik naar het werk ga de kleedjes laten zien die ik gisteren voor Noé heb gekocht. En dit hebben we gekocht. Ik was dus op zoek naar shirtjes met korte mouwen voor nu. Maar maatje 50 is er niet. Nou, maatje 56 kan wel. Is wel een beetje aan de grote kant bij haar. Maar dat is helemaal niet zo erg. Dus ik heb een rompje met korte mouwen gekocht. Ik denk, daar kan ik ook wel gewoon een broekje op doen op de warme dagen. Dit hele leuke gestreepte shirtje. Komt overigens allemaal van de prenatal. Deze met een ribstopje. Donkerblauw. Dat heeft ze helemaal nog niet qua kleur. Dus ik denk, ja, neem het mee. Ik ben heel benieuwd hoe haar dat staat. En weer een heerlijk veilig neutraal kleurtje. En zelf had ik in de stad nog allerlei nieuwe BH's en ondergoed gekocht. Want ik ben natuurlijk gestopt met borstvoeding geven. Mijn borsten hebben een hele andere vorm weer gekregen. En sowieso een hele andere vorm dan voor de zwangerschap. Dus was ook even zoeken wat formaat ik had. Maar dat is allemaal gelukt. Ik heb hele fijne setjes gekocht. En ja, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Al het oude gooi ik gewoon heerlijk weg. Want daar heb ik toch niks meer aan. Voor nu ga ik de video afsluiten. Ik ga lekker aan het werk. Zin in om een dagje te gaan werken. En vanavond gaan we toch niks meer doen. Wat ik nog wel wil zeggen. Is maandag mag Noé foto's maken voor Liefies. Dat merk ben ik gewoon echt super fan van. Als je mijn vlogs al langer kijkt, dan weet je dat. Ik heb heel veel kleertjes voor Noé van Liefies gekocht. Dus ik vind het ook heel erg leuk dat ze dan maandag naar foto's mag gaan maken. En maandag ben ik dus ook lekker een dagje vrij. Bedankt voor het kijken en tot snel bij de volgende video. Doei doei!